Ja, ik stel al een week of zes tijdens ieder debat vragen over de PCR-test. Ik heb ook zeer specifieke vragen schriftelijk gesteld. Er leven grote onzekerheden, grote zorgen over de onzekerheden van de PCR-test in de samenleving. In Portugal is de PCR-test zelfs door de rechter naar de prullenbak verwezen. Nu komt de minister met een antwoord van ja, ik heb die vraag eigenlijk wel beantwoord. Kijk maar op een pagina van het RIVM. Ik heb het net gekeken, hè, die pagina. Daar staat op, nou, wat is een PCR-test? Wordt een beetje uitgelegd. Wat is een serologische test? Leuk. Ben je besmet? Hoe kan je dat weten? Wat is een CT-waarde? Dat is niet de antwoord op mijn vraag. Ik heb uitermate specifieke vragen gesteld. Schriftelijk. Volgens mij is dat mijn taak hier en dan verwacht ik een specifiek antwoord. Schriftelijk. Ja, dat heeft u ook gekregen. Dat heb ik niet. Van Hagen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb specifieke vragen gesteld over waarom het RIVM de criteria heeft verhoogd van 30 cycli naar 35 cycli. Waarom het RIVM de criteria heeft verlaagd van 3 targets naar 1 target. Dat staat niet op die pagina waar u naar verwijst. Dus kunt u gewoon niet toezeggen dat u gewoon schriftelijk vraag per vraag gaat antwoorden. Ja, ik meen echt oprecht dat u dat al gehad heeft. U heeft het vorige keer ook gevraagd en toen heb ik u ook aangegeven dat heeft u al gehad. Dus dan moet u me echt duiden wat u dan nog niet heeft gehad, wat u ook nog graag zou willen hebben. En er is geen enkele terughoudendheid om welke informatie dan ook aan u te geven. Geen enkele. De heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik proef een grote terughoudendheid en ik maak ook bezwaar tegen het dédain waarmee dit allemaal behandeld wordt. Ik zal u de vragen nog een keer sturen en dan hoop ik dat u nu kunt toezeggen dat u die vragen specifiek schriftelijk, stuk voor stuk gaat beantwoorden. Prima. Helemaal prima. Dan is dat ook. Helemaal prima.